Een hele goede morgen. Een clown is er niks bij. Iedereen heeft hier een fles gehad. Ja. En mama is nu ook ondergespuugd. Dus deze ochtend was ik dan ook weer in de was. Ik ben weer naar de pandabeer. Ga ik maar even weghalen. En even mijn haren doen. Als ik er zin in heb. Ja. Joef. Joef. Niet doen. Dan zit ze. Joef zit dan Jordi te vervelen. En dan gaat ze zitten labberen. Ja. Lig je lekker zo. Kun je het hebben. Kun je het hebben zo. Ja. Daar ben ik blij mee. Maar je gaat toch eigenlijk echt even in je loopstoel. Dat mama eventjes iets aan die ochtendjas kan doen. En dat wat er op haar hoofd zit. En die zwarte wallen. Zeg maar. Hallo alle mensen. Ik heb even mezelf opgeknapt. En terwijl ik er aan het doen was, heeft meneertje hier eventjes bij de hondenbak zit spelen. Dus hier is nou straf. Sammy, je kan niet verder. Dan moet je draaien. Dus, die heeft nou even straf. Ik heb ook even kleren gepakt voor ze. Dus dan ga ik ze ook even doen. En ja, ik zelf heb dus mijn eigen even minder pandabeer gemaakt. En even een crampje op en dat soort dingen. Want je moet natuurlijk wel goed voor jezelf blijven zorgen. Ik weet dat ik het zelf ook niet altijd even goed doe. Maar ik probeer het. Dus. Jordi, wat is de bedoeling hiervan? Jordi. Kom eens even terug. Even terug. Even terug. Even zitten. Zo goed? De Bambix band is aangekleed. En dan gaan we eventjes medicijntjes halen voor Jordi, hè? Ja. We gaan even medicijntjes halen. We hebben het fruitje gehad. Hier ligt er iemand in de box te slapen. Die moest eigenlijk ook fruit, maar die slaapt. Ik heb het wel klaarstaan voor hem. Dus als hij wakker wordt, kan ik het hem nog altijd geven. Ja, ik heb net ook even de verpleegafdeling gebeld. En normaal hebben ze altijd een normaal bed staan. En dan moeten ze op stippen springen een ander bed regelen. Dus ik dacht, laat ik gewoon gaan bellen. En laat ik gewoon even aangeven dat Jordi niet in een gewoon bed kan. Dus dat vonden ze ook hartstikke fijn dat ik dat heb gedaan. Zodat ze gelijk het juiste bed voor Jordi klaar hebben staan. En dat ze niet op stippensprong alles nog moeten regelen. Dus dat heb ik even gelijk gedaan. Zodat morgen wanneer Niels met Jordi in het ziekenhuis komt, dat alles gewoon geregeld is. Daar ben ik toch wel van hoor. Van even gauw even die laatste dingetjes nog regelen. Dus dat heb ik gedaan. En nou ga ik heel eventjes niks doen. Volgens mij is er hier iemand wakker. Was je nog even lekker aan het kroelen? Moet mama jou eruit halen. Ja? Ik heb gelijk even was aangezet. Want onze grote vent is ook wakker. Ben jij ook wakker?
Hey. Hallo. Oké, kort maar krachtig even uitleg. Niels die zou naar huis toe komen voor het avondeten en dan zouden we terug naar zijn werk gaan voor een gesprek met zijn collega's. Waarom precies en zo, dat, I don't know. Nou belde die net op van luister Mandy, we gaan gelijk om 5 uur naar het werk al bespreken. Prima. Dus dat betekent dat hij later thuis komt. En dat de kindjes gewoon op tijd kunnen eten. Dus ik ben nou echt als een gek aan het koken gegaan. Zodat ik om 5 uur eigenlijk gewoon de kinderen aan het eten heb. En dat ze gewoon op tijd hun avondeten hebben gehad. Dus normaal eten we tegen 6:30. Iets meer tijd, maar nu heb ik even alles op spoed gezet. Zodat we gewoon om 4:45 gewoon aan tafel kunnen zitten. Dus dat is de situatie nu. Dus ik ga dadelijk de kindjes natuurlijk eten geven. Eerst ga ik even de luiers doen, zodat ik zeker weet dat ze allemaal schone luier hebben. En ja, wat eten we? Ik heb spruitjes schoongemaakt, aardappels gehukt, ben ik aan het koken, stomen. Een stukje kip en champignonsaus. Ik heb hier ook nog kip. De een heb ik met paprika, de ander heb ik met curry. En wat ik van de curry over heb, daar maak ik gewoon kip-curry salade van. Ik heb iedereen eten gegeven. Jordi en Liam zitten nog eventjes in een stoel. Die ga ik er zo weer uithalen. En even luiers doen en dat soort dingen. Maar jij had eventjes mama tijd nodig, hè? Je was aan het roepen voor mama. Ja. 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 Een hele goede morgen. Vandaag is het de dag van de operatie. Dus ik ga zo dadelijk allemaal spullen klaarzetten en doen voor papa en Jordi. Want waarschijnlijk moet Jordi een nachtje slapen in het ziekenhuis. En dan gaat hij samen met papa doen. Dus ik ben thuis met Jut en Jul. Ik heb alles volgens mij nou in tassen zitten voor zowel Niels als Jordi. Want Jordi moet waarschijnlijk een nacht blijven slapen. Daar moet je wel spullen voor hebben. De buggy staat al in de gang klaar. En ik zal even laten zien wat ik in de tas heb zitten. Tablet, kabeltjes, oortjes en alles voor Niels. Onderbroeken, reservekleding voor Jordi. Pyjama's en ja, voor als reserve als hij... Knuffels, favoriete speelgoed zit hierin. Dan heb ik hier ook nog speelgoed van Jordi in zitten. En daar liggen kleren van Niels voor als hij dus een nacht moet blijven. Hier zit een tandenborstel, deo en weet ik het allemaal in. En dan heb ik een pak luiers die we meenemen. Dus ja, die Niels meeneemt. Ik neem niks mee. Dan is dit de koffer, die gaat zo dicht. En dan hebben we hier de koeltas. Ja, dit is dus voor Niels. Maar ik heb ook dingen voor Jordi erin zitten. Daar zit spuitje, erythromycine, fruit voor Jordi. Ik heb avondeten, flessen. Ik heb echt van alles. Voor Niels avondeten. Ik heb van alles meegenomen voor hem. Ik vond nou net die opa van de televisie. Die was naar de Formule 1 geweest en die kreeg alles mee behalve biertjes. Ik zal geen bier meegeven. Maar die hebben we ook niet nodig. De broertjes van Jordi hebben al fruitje gehad. En Jordi, die... Ja, wat heb je nou op je shirt zitten? Ik denk crème of zo. Maar Jordi is net gedoucht. Die is al helemaal klaar om met papa mee te gaan. Papa is zich nou aan het aankleden. En dan gaat hij dadelijk lekker onder narcose. Ik mis hem nu al. Mijn kleine. Sir Piet. Hier zit Sammy.
En daar zit Liam. We zitten samen Bing te kijken. En Jordi zit even bij mama. Wortels en kaas. Jordi moet ook weer naar de kapper. Maar dat is niet belangrijk nou, hè? Nee, dat is niet belangrijk. Mag ik er ook een maken? Ja, ga je gaan. Zeg, wortels en kaas, paardenbloemen. Hier is net iemand wakker. Hallo. Ja. Hallo. Hij doet herrie schoppen. Herrie schoppen, letterlijk en figuurlijk herrie schoppen. Wij zitten in de lift. En Jordi. Hé, hey, we zijn er al. Kom, lopen we naar binnen. Ik uit hier ook. Wij gaan naar binnen. En ik heb niet veel gedaan. Nee, want als ik zenuwen heb, dan kan ik nooit veel doen. Bij mij moet het allemaal een beetje achter de rug zijn. Dus dat betekent dat Jordi dadelijk uit narcose moet zijn. Zodat ik weer het idee heb van... het is gebeurd, het is klaar. We kunnen weer ademhalen. Dus Liamke slaapt nog. Laat ik ook gewoon lekker slapen. En dan, ik ben er moe van. Ik mis mijn mannetje. Ik mis mijn andere mannetje ook. Maar het is wel echt zo wat ze zeggen. Die kindjes zijn toch het allerbelangrijkste. Dus, maar gelukkig is Niels erbij. Niet bij de operatie zelf, maar die heeft hem wel mee in slaap gedaan. En het ging allemaal heel gemoedelijk en heel rustig. Dus zolang dat allemaal goed gaat, heb ik al een goed gevoel erbij. Plus zijn eigen chirurg is erbij, kano-arts, lalalala. Dus alles is gewoon zoals we willen. Dus dat... Maar nu gaan we wachten totdat Liam wakker is en dat ik iets hoor van papa. Klinkt altijd spannend. Altijd spannend. Er is iemand wakker, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Liam. Ik heb je gehoord hoor, kleine baas. Ja. Even een flesje, koekjes en drinken. En de kano is al geweest bij Jordi. Die is al klaar. Nu is de chirurg nog bezig. Dus dadelijk als alles in één keer klaar is, ga ik even uitleg geven. Oké, ik snap dit niet. Hij legt het hier neer. En vervolgens staat hij gaan liggen. Liam? Liam? Hallo? Liam, kijk eens naar mama. Waarom leg je dit koekje hier neer? Dit is toch jouw koekje? Hier. Een afgezeverd koekje. Alsjeblieft. Die is van jou. Happen. Goed zo. Oké. Ik heb mij even gefatsoeneerd. Ik ga eens even de tv iets zachter zetten. De herrie. Uitleg. Ja. Jordi die is geopereerd. Dus we hebben zijn keel amandelen, zijn neus amandelen, buisjes in zijn oren gedaan. Keel amandelen, neus amandelen hebben ze weggehaald. Was ook echt nodig, zeiden ze, want alles was vrij nauw. En het was best lastig voor hem om er doorheen te ademen. Dus ik heb er goed aan gedaan om daarin door te zetten samen met Niels. Qua darmen, er zijn biopten afgehaald. Krijgen we volgende week ergens een keer een uitslag van. Ze hebben botox gespoten. En volgende week gaan we ook dan een beetje bespreken wat de toekomst gaat brengen en wat de bedoeling is.
Ook onze ideeën heeft Niels eigenlijk al een beetje verteld tegen haar. En ja, dat de story continues wat dat betreft. Sammy die ligt daar ergens. Liam die is de bank helemaal over open aan het halen en koekjes aan het eten. En ja, het is bekant 4 uur, dus ik ga direct de koekjes weghalen. Ik heb eten voor ze uit de vriezer gehaald. Dus, voor Sam en dit is voor Liam. Dus dan kan ik straks warm maken voor ze. Ik heb voor Niels ook avondeten geregeld. En Jordi die heeft daar ook eten en alles wat hij moet hebben. Maar hij mag de eerste 4 uur alleen maar ijswater. Dus. Maar ja, in ieder geval ja, even afwachten hoe dat het allemaal loopt. En voor nu ben ik een beetje aan het opruimen hier en een beetje dingetjes aan het doen. En, ja. Je kent dat wel, hoe dat in zijn werk gaat. Ik had gisteren ook de stoel van Jordi hem uit elkaar gehaald. Ik had alles uitgewassen. Dus die ga ik daar ook even met een doek afdoen en weer in elkaar zetten. En dan, ja. Ik weet niet hoe het gaat lopen. Vannacht moeten ze in ieder geval daar blijven. Niels en Jordi. Dat wisten we al wel. Maar ja, dat is hoe de situatie nu is. Zo, die stoel zit weer in elkaar en is weer netjes. Ik zit hier met Jordi. We hebben een kamer van ons eigen alleen. Hier moet papa zijn bedje opmaken voor vanavond. En hier ligt niemand. Dus we zijn met z'n tweetjes. Jordi is, het is allemaal goed gegaan met de operatie, hè, Jordi. Alleen, Jordi heeft nog niet echt veel zin om te eten en te drinken. Laat ik hem een beetje heen doen. Hij heeft de hele dag een infuus gehad, dus vocht heeft hij genoeg. Kijk om te vertrekken, maar. Als je maar een beetje kan spelen en een filmpje kan kijken, dan vindt Jordi het wel goed. En niet te veel poespas. Dus ik ga zo het bedje opmaken van mij. En dan ja, gaan we straks lekker slapen. En morgen vroeg mogen we naar huis. Hè, Buffy? Dan gaan we weer lekker naar mama, Liam en Sam. Ik weet niet of Liam nog thuis is morgen vroeg als wij, als wij weer terugkomen. Moet Jordi nog even lekker spelen met zijn speeltje. En je papa even een bedje opmaken. Ik hoorde van Niels dat Jordi lekker aan het slapen was. En dat hij een stuk minder geluid maakte. Ik heb hier de boel helemaal gepoetst. Ik ben gaan douchen. En ik lag op bed en ik dacht, ik ben mijn calcium vergeten. Dus die ga ik nou pakken. En die is nog steeds vies. Dan bekant 8 jaar. Bah. Alsof je op stoepkruid of zo aan het kouwen bent. Weet niet, ik weet het. Dan krijg je het ook niet doorgeslikt, hè. Ik moet altijd iets van een smaakje erbij hebben om op te drinken, want wel. Maar ja. Ik heb in ieder geval de boel hier schoon. Dus als Jordi morgenochtend thuis komt, heb ik alles netjes, heb ik alle tijd voor hem. Ik moet alleen even wat was opvouwen, maar ja. Hè. Niels is morgenochtend vrij, morgenmiddag moet hij gaan werken. Dus ja, ik ben wel blij als ze weer thuis zijn hoor, want ik vind dit maar niks. Het is zo stil. Maar ja, kun je nagaan wat alle alleenstaande vaders en moeders 's avonds hebben. Dat is het ook zo stil. Ik ben blij dat ik dat niet heb tot nu toe. Maar ja,
Anyways. Ik ga lekker mijn bedje in. Zorg dat ik ga slapen. Tot snel morgenochtend is. En Liam naar het dreumesklasje kan. Dan gaat hij vanmorgen voor het eerst heen. En dan, ja, hopelijk is Jordi zo thuis dan. Ik mis een mannetje zo. Niels ook hoor, maar het is en blijft toch je kind. Trusten. Een hele goede morgen. Dit is ons uitzicht. Jordi is wakker. Hij was vannacht om 3 uur wakker. Toen was hij een beetje zeurig, dus heb ik hem een filmpje laten kijken. En heeft hij een flesje oranje met paracetamol en ibuprofen gehad. Voor de pijn. Ja, om 4:30 lag hij nog niet te slapen, dus heeft hij bij mij gelegen. En toen heeft hij tot 7:00 geslapen. Dus papa kan deze koffie wel gebruiken. Ja, en dan gaan we daar ontbijten en dan vertrekken we weer naar huis. Een hele goede morgen. Niels is al wakker, als jullie zagen. Ik ben ook al wakker. We waren ongeveer tegelijk wakker. En ik ga nu Liam pakken. Goedemorgen. Hey. Jij was mama aan het roepen, toch? Mama heeft al flesjes klaar. Want Liam, die gaat vandaag naar het dreumesklasje. Yay! Zullen we naar beneden gaan? Dan kan mama jouw fles geven. Kom maar. Mama losmaken. Zo. Deze loslaten. Nee, deze hoort in bed. Kom schatje. 1, 2. Deze moet je loslaten. Wat is er nou? Wat? Hij is papa. Ja, dan gaan we ze dadelijk goed maken. Serieus. Dit is hij wakker en nou ineens gaat slapen. Kom jongen. Je moet opstaan. Mama die moet voor Liam naar schooltje brengen. Eventjes boterhammetje eten. Zodat je genoeg energietjes hebt, hè? Een lekker hap, hè? Waarschijnlijk wil hij dat niet, want hij wil 's morgens nooit een boterham, net zijn moeder. Wat is er met jou? Ja, moet ik ze ook nog omkleden? Maar dat is nog iets te vroeg voor. Het is voor je schooltje. Ga je naar het schooltje toe? Wat leuk! Ja! Oké, ik heb Liam net afgezet. Ik kon daar niet filmen, want dat ging allemaal zo snel. Maar ik vind het niet leuk. En nu heb ik nog maar 1 kindje in de huifkar zitten. Gaan we boodschapjes even doen? Ja? Gaan we even boodschapjes doen samen? Ja? Yay! Dus, we gaan even boodschappen doen. Nou, ik heb Liam naar school gebracht. En hij liep naar binnen en had echt zoiets van, dag! Doei. Krijg ik nog een kus of zo? Nee.
prima, als je het zo wil doen. Toen ben ik daarna mijn boodschappen gaan doen. Toen ben ik door Niels gebeld dat hij onderweg naar huis is met Jordi. En die kan als het goed is elk moment nu weer zijn. Er is weer iemand thuis. En we hebben er net een fruitje in gekregen. Een paracetamolletje. En hij is blij dat zijn grote broer weer thuis is. Ja, en papa is een broodje aan het eten. Had ik gemaakt. Yay! We hebben even Liam opgehaald met z'n allen. En dan gaan we even naar de apotheek toe. Liam lekker kaassandwich eten. Komt allemaal goed. Alles ligt hier te slapen. Kino weer zitten. In ieder geval, ik heb Liam in bed. Sam die ligt in de box. En Jordi heb ik net ook in bed gekregen. Nu eventjes pauze en niks doen. Want het was even aanpoten. Niels is weer werken. En ik ga heel eventjes een broodje eten. Of een boterham eten, weet ik het. En dan, ja. Dat. In ieder geval, ik heb het voor elkaar gebokst. Even wat eten. Nu weer opruimen, want het is weer een grote bende. En ja, gaan we weer verder zoals we het altijd doen. Liam slaapt nog. Het is 4:30 geweest, hij slaapt nog. Om 4:00 maximaal ga ik hem wakker maken. Jordi die wilde niet drinken. Die is inmiddels wel weer wakker. En ik ben hem dus sorbet ijs. Ik heb mango sorbet ijs meegebracht, omdat ik weet dat hij niet elk ijs gaat pakken. Dus ik dacht, laat ik mango pakken, want dat lust hij volgens mij wel. Dus ik heb dat meegebracht. Het kost wel wat moeite om het erin te krijgen. Maar met enige moeite is het te doen. Jordi. Jordi. Jawel. Kijk eens. Hoppa, goed zo. Wat doe jij dat goed? Wat? Moet ik hem echt doen? Goed zo. Dus krijgt hij toch iets binnen? Zo doen we het. Wat? Volgens mij moet je deze stok op je binnen laten balanceren. Nee, we gaan niet klappen. Want dan ga je te enthousiast worden en dat gaan we niet doen. Want als je te enthousiast wordt, dan laat je de ijs uit je mond lopen. Dus ijsje pakken. Nee. Kleine zombie van me. Nee, 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 nee. Hier ook allemaal zitten knieën. Nee, nee, nee. Ijsje opeten. Laat eens kijken, heb je ijsje op? Goed zo. Dat is lekker voor jouw keeltje. Jawel. Goed zo. Het feit dat hij het uiteindelijk wel pakt, betekent wel dat het voor hem werkt. Dus dat hij wil niks slikken, hij wil niks. Maar dit is wel iets wat voor hem nou werkt. Dus dat is alleen maar goed, hè? Een lekker ijsje eten. Ja. Lekker ijsje. Al eet je heel die bak op, dan maakt mama echt niks uit. Nee, dan maakt mama helemaal niks uit.
Aangezien ik zo goed als helemaal weet dat Jordi eigenlijk geen avondeten gaat eten. Maar ik het hem wel wil aanbieden. En ik moet voor Sam ook een maaltijdje maken. Maar ja, Sam zal het wel eten. Maar ik ga dus even babyproof maken. Zodat Jordi het ook kan eten, maar Sam ook. Dus, en ik heb met Niels afgesproken dat we vandaag frietjes eten. En Jordi zal dat niet eten. Dus wat ik heb gezegd tegen Niels is, nou dan maak ik voor Jordi en Sam een maaltijd. Liam kan frietjes eten met een frikandelletje. Ik zeg, en dan doen wij ook frietjes eten, maar dan moet ik wel even zorgen dat ik voor Jordi en Sam eten heb. Dus dit heb ik gemaakt. Of nou ja, ik ben het aan het maken. Ik had mijn pangasiusfilet in de vriezer zitten, ik had aardappeltjes nog. En ik heb even wat worteltjes bijgehaald. En ik ga het lekker... Ik ga lekker stomen. Zo. Moet wel de stekker er natuurlijk in, want anders doet hij het niet, hè. Slimmerik. Dus. Dit gaat even lekker stomen. En dan heeft sowieso Sam dadelijk zijn eten. Ik ga nu even de broek van Liam doen, want die had gescheten. En ik probeer alweer het vocht bij Jordi erbinnen te krijgen, maar dat werkt niet. Maar ja, hè? We blijven bezig. We blijven proberen. Want de aanhouder wint. Hi papa. Was het middagje werken? Ja, druk, maar... Het is toch volgens mij voor een dag werk, maar... Dat heb ik vanmorgen bewaard. En we hebben net gegeten, hè? Ja, dat ging op zich heel goed. Ja? Je had het goede voorwerk gedaan. En Jordi heeft zijn eten eigenlijk helemaal op. Met een beetje moeilijk sputteren, maar wel. We zijn echt tevreden. Ja, mango-ijsje op. Ja, en een half bekertje water. Ja. Normaal drinkt hij niet een half bekertje water. Nee, dus ik denk dat we alles gewoon moeten lepelen. Mm-hmm. Dat de fles niks is. En nou is het juf mij te vervelen. Ja, dat gaat me wel. En Liam heeft frietjes op. Met een frikandel. En heeft hij ook goed gegeten, hè? En Sam heeft ook goed gegeten. Sam heeft heel goed gegeten. En Liam en Sam hebben samen hun danoontje op. Ja, dus ze hebben heel goed gegeten. En zo dadelijk gaan Liam en Sam in bad. Jordi gaat niet in bad, want die mag nog niet in bad. En dan... Jordi doen we even met een washandje wassen. Hij mag niet vanwege zijn oren en vanwege zijn achterste. Hij mag niet weken of wat dan ook met zijn kont. Nee, nou en aangezien hij toch in het water moet zitten. Is dat nou niet de bedoeling? Ik denk dat ik weet wat hij later gaat worden. Wat jij Niels, wat denk jij? Wipke. Paardrijder. Oh, ik voel me zeven. Oh, mijn nek. Als je ook zo op dat paard al zit, jongen. Een speknek. Een hele goede morgen. Jordi die is gisteravond tegen 12 uur ongeveer in slaap gevallen. Kwart voor 12 uur. En Niels heeft erbij gelegen, ik heb erbij gelegen. We hebben allebei ons best gedaan. En vanochtend wou hij niks eten. Ik heb geprobeerd van alles binnen te krijgen. Dan ga ik het straks dadelijk proberen met fruit. Maar eventjes hem met rust gelaten. Liam is ook wakker. Hij heeft net zijn hoofd gestoten. Hier zo. Ja, daarom heb je tut in, hè. Dat het zo verdrietig was. Hm? Hoe vond je het gisteren op schooltje? Dus, uit. Dus vertellen. Hoe was het op schooltje? Vertellen. Ik vind jou ook lief. Met de magische krachten van mama... heb ik Jordi uiteindelijk fruit binnengekregen, zijn medicijnen en de hele zooi.
Dus ik heb het uiteindelijk allemaal binnen kunnen krijgen. Alle kinderen hebben hier nu fruit gehad en zijn nu eventjes lekker aan het spelen. Jordi heb ik op de bank gezet, zodat hij in ieder geval, hè. En Liam die mag een beetje ronddeddelen hier. En voor de rest, ja, dadelijk weer brood en de kindjes nest in. Oké, iets unieks. Dit wilde hij al een paar dagen niet. En nu gaf ik hem gewoon zijn fles en hij pakt hem gelijk. Top. Niks verder van zeggen, niks verder van doen. Kijk hoe ver hij komt. Jordi had zijn melk helemaal op. Ik heb al 3 keer zijn luier verschoond en hij wil niet slapen. Nou, dan maar Peppa Pig in een filmpje. Kan ik even dingetjes doen, want ik kom nergens aan toe op deze manier. En het is echt een bende. Oh, wat heb ik daarnet gevloekt. Ik heb alles in die potten staan. Zoals je daar ziet, zo had ik ook rijst in die potten staan. In zo'n pot rijst. Die heb ik niet meer. Die ligt op de grond kapot. Ik heb het ook al allemaal opgeruimd. Ik heb denk ik al 6 keer op dezelfde plekken allemaal gestofzuigd. Om het glas en alles eruit te krijgen. Volgens mij heb ik het redelijk goed gedaan. Ik weet het ook niet. Ik was bezig met lasagne te maken. Maar ja, Jordi die mag geen pasta soorten. Omdat hij daarvan helemaal vastloopt. Dus ja. Eten lasagne. Mijn ouders komen dadelijk op bezoek. Ik ben helemaal... Ik ben echt helemaal klaar. Ik heb wel het drinken bij jullie naar binnen gekregen. Dat dan weer wel. Dus dat is top. Dat is toch nog goed nieuws. Maar voor nu... Ik ben al zo stekker. Ik ruik... Als een weet ik veel wat. Ik ben even helemaal klaar met vandaag. Ja. Ik ga heel even mijn lasagne bouwen. En als ik mijn lasagne gebouwd heb, ga ik Liam even uit bed halen. Die is ook al wakker, maar die kan best eventjes 10 minuten wachten. Sam wil niet slapen, Jordi wil niet slapen. De dag kan niet perfecter gaan vandaag. Liam is even lekker buiten aan het spelen. Hé jongen? Hij is net wakker. Ja. Lekker buiten spelen, hè jongen? Wat ga je doen? Je kan ook lopen. Ja, jij kan gewoon lopen, hè? Jawel. Ouders zijn nog op bezoek geweest, hebben hier gegeten. Wij hebben de kindjes naar bed gegooid en die slapen. Yes. Ik ga naar je voetbal kijken. En ik doe niet heel veel dakstofzuigend veilig, gaan we nog even doen. En dan douche je naar bed. En dan is deze vlog weer tot het einde. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.